rivieren in de zon op het strand. Daar droom ik al mijn hele leven van. We moeten ons haasten, kom. Ik heb nog dorst. Je kan toch op het vliegtuig iets drinken? Christel, ik val bijna flauw van de dorst. Ik ga nu iets halen. Haast je dan wel, Kathleen? Dames en heren, mag ik uw aandacht alsjeblieft? Dit is een oproep voor de passagiers Karen, Kathleen en Christel. Gelieve jullie aan te melden aan de uitgang. Waar is Kathleen? Ik weet niet. Dank u. Alsjeblieft. Dank u wel. Oh, drankjes hoef je niet mee te nemen. Die hebben we aan boord, hoor. Ah, oké dan. Dag. Volgens mij hebben wij het verkeerde vliegtuig genomen. Oh. Wat moeten we nu doen? Ik stel voor dat we eerst een slaapplaats gaan zoeken en morgen het vliegtuig naar Aruba nemen. Oh, goed idee, Karen, want ik bevries hier gewoon. Kathleen, jouw verjaardag, die vieren we in de zon. Beloofd. Oké. Okay.
Blijven we hier slapen vannacht? Als we snel in slaap vallen, dan is het ook snel weer ochtend. En dan gaan we naar het strand. Joehoe! En morgennacht, als de klok 12 uur slaat, dan vieren we Kathleen haar verjaardag. Onder de sterrenhemel. Gaan we dan nacht zwemmen? Slaap wel. Opstaan. We gaan vandaag naar het strand. Pak jullie spullen. Ik ga al bellen voor het vliegtuig, hè? Kathleen, wakker worden. Nog geen nachtje slapen en het is mijn verjaardag. Het heeft vannacht keihard gesneeuwd. Heel het vliegveld ligt vol sneeuw. We moeten hier blijven. Oh nee, wat nu? Ja, lap zeg. Daar gaat mijn droomverjaardag in de zon op het strand. Weet je wat? We maken er gewoon het beste van. Je kan echt zoveel leuke dingen doen in de sneeuw. Kathleen, we maken er een verjaardag van om nooit meer te vergeten. Kom aan, we gaan warme kleren kopen. Dat
je hoort. Wat hebben we allemaal nodig voor een verjaardagsfeestje? Ik heb een idee. Wat zit er hier? Dat zeg ik niet. Ik heb ook een idee. Stop! Daar moet je wel een paar jaartjes voor oefenen, denk ik, hè? Dat denk ik ook. Goh. Kijk. Thank you.
een idee. Degene die haar broodje in de kaas laat vallen, moet haar buurvrouw een knuffel geven. Oh, dat is een keigoed idee, Karen. Voorzichtig, hè. Nee, niet duwen, jongen. Oh, nee. Christel krijgt een knuffel. Ja. Ik kan ook een knuffel. Ja, maar ik dacht eigenlijk, hè, dat wie haar broodje liet vallen, de afwas moest doen. Terwijl de anderen tv kijken. Hmm. Lijkt me geen slecht idee. Oké. Voorzichtig, hè. Ja! Nee! Kathleen moet de afwas doen. Het is mijn verjaardag. Eigenlijk ben jij pas om middernacht jarig, hè. Zo. Kunnen wij lekker televisie kijken? Ja. Karen, zouden we Kathleen niet een beetje gaan helpen? Het is toch niet leuk om de afwas alleen te doen, hè? Nee, misschien wel. Kathleen is helemaal niet aan het afwassen. Ah. De sla? Sst. Dan kunnen we ons huisje versieren voor haar verjaardag. Als verrassing. Snorkel? Ja, normaal zaten we nu op het strand, hè. Happy birthday. Dankjewel, Christel. Ik hoop dat je het leuk vindt. Ah ja, normaal zaten we nu op het strand, hè, Kathleen. Kare Christel, dank jullie wel voor de cadeautjes. Dit was echt de mooiste verjaardag die ik ooit heb gehad. Oh. Zeg, en zou je eigenlijk ook kunnen sneeuwsnorkelen? Yeah.